Het Kremlin zegt niet precies te weten waar de grenzen van de geannexeerde gebieden precies liggen. En dan denk je bij jezelf, kom op zeg, je hebt jarenlang gezegd dat is van ons, dat gaan we innemen, dan weet je eigenlijk niet waarover je praat. Is dat tactiek? Nee, ik denk dat het feitelijkheid is, want voor elke dag anders liggen ze anders en de gebieden worden steeds kleiner die geannexeerd zijn. Ja, maar gaan ze het uit van, ze hadden een strategie en ja. Dat was het innemen van de Donbass. En we dachten allemaal, als we een beetje denken in de richting van Henry Kissinger, nou, er zal uiteindelijk een soort vredesdeal komen, dan wordt die Donbass Russisch, de rest blijft Oekraïens. Dan moet je toch weten waar die grens loopt. Ja, en dat weten ze ook wel. Alleen ze hebben moeite om de realiteit op het slagveld te vertalen in hun politieke wensen. Want deze oorlog zijn ze aan het verliezen en hard ook. Ja? Dus dat maakt alles. Oké, gaan we meteen op in. Er zijn in alle vier die provincies die Rusland nu heeft toegevoegd via een annexatie aan zijn grondgebied. Ze worden deuken geslagen hè, door de Oekraïne. Zo kun je het beste zeggen. Ja, of het is herverovering, kun je ook zeggen. En eerst dachten we, het zijn speldenprikken. Maar zo langzamerhand zeggen mensen, uw collega's die er echt verstand van hebben, nee, dit stelt echt wat voor. Wat stelt het precies voor en hoe staan we erbij? Nou, moet ik een beetje militair technisch maken. Nou, maar graag, wel, dolgraag. Maar wel ja. Duidelijk. Eigenlijk zagen we in juli dat het initiatief wisselde. En wat bedoelen we daar nou mee? Tot die tijd moest het Oekraïnse leger reageren op wat de Russen deden. En in juli veranderde dat. Toen ging het Russische leger reageren op wat Oekraïne deed. Dat komt onder andere door die raketten die Oekraïne kreeg met grote precisie, waardoor ze qua wapens ongeveer hetzelfde hadden. De mensen ongeveer hetzelfde. Alleen het verschil tussen beide legers zit tussen de oren. En het Oekraïnse leger is veel beter in zijn vakmanschap, in zijn leiderschap en in zijn motivatie op de grond. Dus als je het initiatief hebt, dan kun je de Russen voor de gek gaan houden. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben gezegd, wij gaan met z'n allen naar Gerson in het zuiden. Ja. Daar ook troepen heen gestuurd. En toen gingen ze naar het noorden. En toen gingen ze naar het noorden. Dus ja. Russen stonden op de verkeerde plek met de verkeerde middelen. En dat is nog steeds zo. En vervolgens gaan ze ook verder in het zuiden, omdat ze daar wat andere methoden hebben. Daar hebben ze alle bruggen over de Dnieper blazen op. Dus die Russen die west van de Dnieper opereren, die krijgen geen voorraden meer, die krijgen geen eten meer, die kunnen niet meer worden afgevoerd. En je ziet dat het moreel van de Russen in elkaar dondert, laat het zo maar zeggen. Ja. En het moreel aan de Oekraïne en het leiderschap, dat maakt het blijft stijgen. Het lijkt wel of ze high zijn als je ze hoort praten. Nou ja, wij denken dat oorlog vaak door middelen wordt beslist, maar het is niet zo. Het is door mensen. Door mensen ja, die tuurlijk. Beslissen dat. Nou, even over dat wat u zegt over Gerson, de Britse minister van Defensie, die heel mededeelzaam is. Hè, de Britse diensten die publiceren ook veel van hun kennis, dag in dag uit. Die zeggen, de Russen staan voor een soort dilemma in Gerson. Hè, wat u uitlegt met die brug. Of ze moeten zich terugtrekken over die ene brug die in de gammel een beetje staat, of ze moeten extra troepen sturen om aan weerskanten van de Dnieper te blijven. Welke van die twee wordt het, denkt u? Ik denk dat we voor de winterinval zien dat er geen Russische troepen meer west van de Dnieper zijn. Dus allemaal eigenlijk over die brug terug zijn. Waarom? Ze kunnen ze niet bevoorraden, het moreel daalt. En voor Oekraïne betekent dat een enorme winst natuurlijk. Niet alleen qua image, hè, dat je de Russen hebt verdreven uit Gerson, maar je hebt ook geen Russen meer west van de Dnieper. En dat maakt eigenlijk het westen van Oekraïne veilig. Ja. Eén vraag die is hier al vaak gesteld in dit programma, andere programma's, ik denk in de hele wereld. Waar is de Russische luchtsteun? Die hebben toch een enorme luchtmacht. Waar is die? Nou, eigenlijk valt het wel tegen, de luchtmacht die ze hebben. Na 6 weken hebben ze gezegd, we gaan de luchtmacht niet meer de landmacht laten ondersteunen, want dat ging altijd fout. Dan moet je namelijk heel precies op het juiste moment bommen kunnen gooien. En ze hebben gezegd, de luchtmacht gaat de diepe doelen aangrijpen in Oekraïne. Dus de spoorwegemplacementen, de snelwegen. Maar dat ging ook niet goed. Er zijn een aantal redenen voor. Het eerste is dat de Oekraïnse vliegers minder vlieguren maken dan de NAVO-vliegers. Dus ze zijn veel minder ervaren. En ze kunnen ook niet in meerdere vliegtuigen tegelijkertijd vliegen. Ze hebben een type rating voor één toestel. Niet. Nee. Zo ongeveer. Ja. Het onderhoud aan de kist is ontzettend moeilijk. Dus er vliegen maar een paar kisten. De precisiegeleide munitie die ze nodig hebben, hebben ze eigenlijk al voor een groot deel in Syrië weggegooid. Ja. Dus ze hebben ook weinig over. Dus dan zie je dat als je dat niet goed op orde hebt, dat je wel een luchtoverwicht kunt hebben, maar luchtsteun werkt niet echt. Nee. Wat iedereen vreest, en ik denk terecht, is dat je wat wel eens wordt genoemd asymmetrische reactie krijgt. Dat bijvoorbeeld Rusland boos wordt en zegt, we gaan doelen in West-Oekraïne aanvallen. Hebben ze al een paar keer gedaan. Ja. Is dat een reële angst? Nou, zolang ze geen kernwapens gebruiken, zien we het al gebeuren natuurlijk. Want ze kunnen niet anders dan de bevoorradingslijnen van Oekraïne aanvallen. Waarom?
Oekraïne is afhankelijk van het westers materieel. Dat komt natuurlijk binnen vanuit Polen. Dat moet via het spoor of via de weg. Precies, en als je die kunt vernietigen, dan heb je ook invloed op de gevechtskracht van Oekraïne. Ja, u zegt kernwapens. Daar ontstond van de week een interessante discussie, een misverstand. Ramzan Kadyrov, dat is de leider van Tsjetsjenië, die inmiddels is bevorderd tot, we hadden het voor de uitzending even over, kolonel-generaal, een rang die ik niet ken, maar u zegt die bestaat in Rusland wel. Die bestaat in Rusland. Ja, goed, maar hij is bevorderd. En die zei dus, er wordt misschien, als we zo in het nauw worden gedreven, tijd. Hij is tamelijk militant, ook in zijn uitspraken. Dan moet je maar eens aan kleine kernwapens gaan denken. En de vraag is, is dat nou reëel? Hij werd een beetje teruggefloten door de woordvoerder van het Kremlin. Die zei, we blijven rationeel denken, maar toch. Het is natuurlijk wel een optie, maar wij kunnen er zelf in het Westen ook heel veel aan doen om het niet te laten gebeuren. Wat wij niet moeten doen is zeggen, tactische kernwapens is wat anders dan strategische kernwapens. Hè, daar reageren wij anders op. Nee, elk kernwapen wat wordt gebruikt, en moeten we heel duidelijk in zijn, zien we als een onaanvaardbare escalatie van dit conflict. En dat leidt tot heel veel vernietiging aan Russische kant. Eigenlijk de ouderwetse afschrikking. Ja. Dus het praten over opties alleen al, over kernwapens in het Westen, dat Kadyrov doet, dat is wat anders. Eigenlijk maak je dan die drempel voor inzet lager. Dus dan moeten we van weg blijven. Moet heel duidelijk zijn. Even een domme vraag van een amateur. Ik heb altijd geleerd dat er is min of meer permanent westenwind rondom de aarde. Als je nou als Rus een kernwapen gooit op een land ten westen van je, krijg je dan niet zelf de fallout? Nou ja, het is een hele goede vraag, want de techniek om een kernwapen in te zetten is ook verre van eenvoudig. Dus wat bereik je ermee? Hè? En als, sterker nog, stel dat er oostenwind zou zijn, hè, en de fallout gaat naar NATO-landen, heb je dan een artikel 5 of niet? Wordt dan NATO aangevallen en worden mensen alle aangevallen? Ik zou zeggen van wel, ja. Dus het risico, los van het feit dat je het effectief bijna niet kunt inzetten, dat je het doet, dat is het niet waard. Het is heel moeilijk in te zetten. Maar ik blijf zeggen, wij in het Westen moeten er heel simpel over zijn. Een kernwapen inzet is net als zwanger zijn. Je bent zwanger of niet, je zet een kernwapen in beetje. Of niet. Nee. En niet een beetje. Okay. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is generaal buitendienst Marten Kruijf, voormalig commandant der strijdkracht.